Michel De Blon, Koen Van Dijk, Diebe Wels, Sean Malone. Jullie hebben nog aan. Met een tijd van 1.11, 1.10.05 op de tweede plaats Michel Leblanc. En met een tijd van 1.08.64 eerste plaats voor Paul Van Loo. Dankjewel, hè. Paul, Michel en Koen, professor 17. Op de derde plaats, Michiel van den Engen. Hoi! Dat is lang geleden, proficiat. Met 10 meter 29 op de tweede plaats, Sean Malone. En de winnaar bij onze veteranen met een vorm van 10 meter 41, eerste plaats voor Timon Welles. Straks gaat dat niet aan. Proficiat. Ik wil even naar mijn vrouw lachen. Dan vrees je vrouw. Die met die rode. Met die rode. Proficiat, hè? Proficiat, jongens. Ja, ja. Senioren vorige week. Dus op de derde plaats met een tijd van 1.06.94. Marieke Marlé. Ja, dank je. Met een tijd van 1.06.59 op de tweede plaats, Gerry Kruis. En de winnaar vorige week is niet aanwezig met een tijd van 1.04.93, dat was Stefan van Aal. En de medaille komt aan. Goed jongens, proficiat. Kom, zal maar de auto. Ja, maar jij bent eerst. Ja, en dan meteen ook het bolwerpen bij onze senioren. Vorige week dus met een worp van 10 meter 17 op de derde plaats, Sam Leijsens. En op de tweede plaats met een worp van 10 meter 35, Pieter Jan de Klerk. En de winnaar met een worp van 11 meter rond, de eerste plaats voor Joren Hendricks. Ja! Keeper! Nog transfer! Ik heb ook nog welke rondje. Dus met een tijd van 24.81 op de derde plaats. Die is hier, ja. Thomas Meester. Jong begonnen, hè? Dan met een tijd van 24.68 de tweede plaats voor Timo de Klerk. En de tijd van 24.56 was hij de beste eerste plaats voor Tim Kools. 24.56. Dat gaat wel nog, hè? Ja. Ze zijn van hier omhoog gekomen. Sint-Timo en Thomas. 3-2. Ja? Onder junioren U15. Op de derde plaats, Timo Strijbos. Proficiat, Timo. En dat was een vierde vraag, hè? Op de tweede plaats is de zilveren medaille voor Tomme van der Pas. En de winnaar bij onze U15ers is Siebe Schijper. Siebe Tomme en Timo, proficiat. Oké. Okay. Van onze junioren 800 meter. Op de derde plaats, Jasper Vermeeren. Op de tweede plaats, Kobe van der Linde. En de winnaar bij onze junior, dus de eerste plaats voor
Robbe Lucas. Kun je even zeggen welke ploeg dat je zit? Oh, je hebt het niet waard. De Tom. Welke ploeg zijn we? De Tom. Ah, dat tacht. Hoor je die supporters daar? Waar zit de Tom? Gouden medaille voor de Tom. Ja. Hier horen dames op de derde plaats toch even meegeven. Dat is een dame die normaal actief is bij de U15, maar dan toch bij de junioren een derde plaats heeft gehaald. Dus de derde plaats voor Lien van Hoel. Heel goed gewerkt aan mij. Op de tweede plaats Eline Vermeijden. En de winnares bij onze junioren dames, de eerste plaats voor Kato van Kleuvenbergen. Ja, dat verstopt en ik heb ze niet gezien. Ja, dus Lien, Erin en Kato, proficiat. Dan we Lina Mosje. En de tweede plaats is de zilveren medaille voor Maurje Beekmans. En de winnaar is bij onze dames op de 800 meter, is Shelly's de... Van de Vijver. Van de Vijver, amai. Dat was goed voor, hè. Alleen gedaan, hè. Dus een bronzen medaille in de 1500 meter krijgen voor Luke van de Breken. Officieel. Tweede plaats is zilver voor Werner Vertessen. En de winnaar van de 1500 meter bij de Masters, Dirk Petters. Oh, ik heb al hier gemaakt. Kun je de broer nog aan? Ja, ik heb hem nog aan. Wie zijn jongens? Ja, dat zou wel niet zijn. Ja, jij hebt hem niet echt. Mag je dan ook nog eens vragen? Dan krijgen we Michel Lamon. Goed, Michel. Michel. Nee, nee, ik heb de chance, hè. Dan stond ik hier daar. De tweede plaats is voor Tim Rambouts. Nee, je chance, hij is chance. En het overzicht vandaag aan de maal, de beste, dus de winnaar bij onze veteranen, Dirk Vermeijen. Deze 1500 meter gaat naar Matthias Vertessen. De tweede plaats, dus de zilveren medaille, is voor Niels Goderis. En de winnaar vandaag, met de nummer 1 ook, ja, is Lucas Maas. Goed jongens, proficiat. Dus ons laatste podium voor vandaag. Dan slaan we dit sportieve tweeluik.